ja, dat geeft best wel veel, veel hoop. En ik denk dat veel mensen daar ook straks wat aan kunnen hebben. Om, als je dit soort dingen bouwt, dan ga je steeds weer een stapje verder. En als je daar uiteindelijk misschien iemand mee kan helpen, dat zou heel cool zijn. Wat voor sport is het eigenlijk? Is het nou een teamsport of is het een individuele sport? Ja, nou ja, het is natuurlijk, het is een individuele sport. Alleen het niveau is zo hoog, net als in andere topsport natuurlijk, in alle topsport tegenwoordig, dat je niet zonder team kan. Renske en Lisa, die zijn natuurlijk best wel aan elkaar gewaagd en die maken elkaar ook wel echt beter. Dus die pushen, moeten elkaar ook echt wel pushen naar een hoger niveau. Dus jij kan in je eentje wel heel goed zijn, maar als je lichaam niet goed onderhouden is en je zit natuurlijk altijd op het randje, maximaal trainen, dus je moet maximaal verzorgd worden, dat doe ik. De boards moeten maximaal glijden, dat doe ik. Je moet alles, de cores maximaal analyseren, dat doet Hans. Dus we zijn met een heel team zijn we bezig om eigenlijk een individu maximaal te laten presteren. Een individuele teamsport. Want het is natuurlijk, je traint alles met elkaar en je doet eigenlijk alles samen, alleen race je alleen. Maar wat vandaag ook opviel is dat jullie heel veel contact hebben met andere sports. Zijn het vrienden, zijn dat concurrenten? Het zijn sowieso concurrenten, maar, ja. Maar je hebt wel met een aantal vriendschappelijke relaties. Er zijn er ook een aantal die ik nooit spreek. Nee. Maar heb je het dan met degene die je wel spreekt, heb je daar dan ook over materiaal? Of juist niet omdat het toch nog wel een concurrent is? Dat ligt er net aan hoe goed die is. Ja. Dus er zijn een paar mensen waarvan ik wel eens denk, oh, als jij dit of dat zou veranderen, kan je volgens mij nog harder gaan. En dan hou ik mijn mond. Ja. Maar er zijn er ook wel een paar, zeker die in de Europa Cup tegenkomt of die net beginnen, waar ik wel eens zie van, oh ja, dit werkt zo niet, dat ik die wel eens een tip geef. Ja. Ja, en andersom, dat je vraagt van, joh, hoe doe jij dat nou aan iemand die net iets beter is? Wij waren een van de eerste die echt de bindingplaten gingen gebruiken. En nu is er bijna niemand meer die dat niet heeft. Nee. Dus wat dat betreft is net Formule 1. Als één team iets maakt en het werkt, dan volgt de rest vrij snel. Ja. Het was wel even wennen aan de wedstrijdpiste. Er zijn ook veel zitkiers uitgegaan. Of nou ja, eerder weinig erin gebleven. Nee, die zetten wij zoveel mogelijk vast. We hebben ook de zwaarste bindingen die er zijn. Dat zijn toevallig 30. En dat getal staat eigenlijk voor 10 keer lichaamsgewicht. Dus als jij 70 kilo bent, zet jij je bindingen meestal op 7 of net iets hoger. En veel skiën ook met een blokje in de achterkant, zodat de achterkant niet open kan. En vleugeltjes aan de zijkant, zodat hij er ook niet aan de zijkant uit kan, zodat de ski maar aan blijft. Waarom is dat? Want het is toch wel logisch dat je met zich normaal skiën die ski weg wil hebben? Ja, want als je met normaal skiën je skis aanhoudt, dan breek je je knieën. Wij kunnen onze knieën niet breken, maar onze zitski die blijft maar doorglijden en die gaat tambelen, dus rollen. Dus dat wil je eigenlijk niet hebben, waardoor je je ski eigenlijk aan wil houden. En morgen hebben we nog training. Als het weer het toelaat, gaan we nog twee keer trainen voordat de wedstrijd begint. Ja. En nu, omdat dat zitskis hebben aardig wat tikken gehad. En sowieso willen we het elke dag gewoon even nalopen, even checken of alles nog goed zit, alles vast zit. Ja, dus we hebben aardig wat klappen gehad vandaag. En nu moeten we even alles nalopen, welke schroeven wel en niet vastgedraaid moeten worden. Omdat er misschien iets los is gekomen. Dus dan weten we voor de volgende keer weer dat alles goed zit.
Wat nagelopen moet worden is vooral dit. Dus waar die bak op vast zit, dat krijgt enorme klappen. Voor de rest, als de bak een grote klap heeft gehad, maar dan is dit gaat niet zo snel los. Dan is het eerder de bak die gewoon kapot gaat. Ja, dan breekt het carbon. Dan breekt het carbon. Project waar ik eigenlijk automatisch in mee gerold, want ik wou als klein kind snowboarden. We zijn hier eigenlijk al 15 jaar mee bezig om dit te krijgen zoals het nu is. Ja, wat het eigenlijk is, het is een mountainbike veer. Dus, alleen hij is pre-tuned op mijn gewicht natuurlijk en hij is van binnen iets anders dan een mountainbike veer, maar het werkt hetzelfde. Dus ik heb hier een lock voor het lopen, ik kan hem op trail zetten, ik kan hem unlocken, ik kan mijn rebound veranderen. En dan heb ik hier nog een valve die ik aan kan passen. En dan... Daarnaast kan ik hem in verschillende invalshoeken erop zetten. En om dat allemaal nog af te maken heb ik hier een enkelgewricht in zitten. Onder mijn voet om zodoende een perfecte squat te maken. Want als je vast zit in je enkel, dan kun je eigenlijk niet squatten, val je achterover. En dit zorgt ervoor dat ik heel mooi kanten druk kan houden. En wat het mooie hiervan van is, het is... Wat ik eigenlijk het gaafst vind is dat het is gebouwd door mijn grootste concurrent, Mike Shields. Hij is hier ook aanwezig. Hij is ook steeds medaillekandidaat nog steeds. En dat is super mooi om die samenwerking te kunnen aangaan en om de sport aan zich te vergroten. Maar wat ik hier vooral ook heel gaaf van vind en mee wil laten zien is dat als dit voor mij mogelijk moet zijn en met wat ik eigenlijk heb eigenlijk niet zou moeten kunnen en wel kan met dit been, denk ik dat voor heel veel andere mensen in de toekomst, als dit kan bestaan, het is alleen maar mechanisch, dan hebben we het nog niet eens over elektronisch gestuurd, kan voor zoveel mensen kan er iets moois gemaakt worden. En dat geeft best wel veel hoop en ik denk dat veel mensen daar ook straks wat aan kunnen hebben. Als je dit soort dingen bouwt, dan ga je steeds weer een stapje verder. En als je daar uiteindelijk misschien iemand mee kan helpen, dat zou heel cool zijn. Nou, hoe was het? Zo, hij is dik! Ja? Super zeker course. Hij is echt heel vet. Wat maakt het zo vet? Vertel. Ja, hij is heel groot. Neem ons mee door de hele tour. Hij is heel wijd opgezet. Er is echt een best wel impressive start sectie waar je gewoon... hij is niet zo heel erg technisch, maar vooral wel groot. Er zitten stukken in waar je echt heel veel vaart gaat maken. En het wordt gewoon heel veel bewegen, want er zitten heel veel rollers in. Wat minder bochten, maar het is echt wel... het wordt echt heel gaaf. Nice.